willen wij voorstellen om dit voorstel naar de volgende vergadering te schuiven. Laat ze dan maar kapot vallen hiervoor. Succes. De bedoeling was dat er gisteravond gestemd zou worden over de huisvesting van Oost-Europeanen in de buurt van de Merwedelaan. Maar daar stak Harry van Boxmeer, van de partij Hart voor Veghel, op het laatste moment een stokje voor. Hij wil nog wat meer informatie verzamelen en stelde de beslissing uit. En nu voelen de bewoners van Veghel-Zuid zich niet serieus genomen. Bij ons langs wonen 6 Bulgaren. Nou, het lijkt wel over 40. Niks anders dan herrie, racen de straat, overlast, stankoverlast, vuil, herrie. En dan kom je hier met z'n allen naar de gemeenteraad toe en dan behandelen ze het niet eens. Dat is gewoon kut wat ze doen. Ze doen er gewoon weer flikker aan. Ik vind het gewoon een schandalige vertoning. Als het nou straks opnieuw wordt behandeld, komen jullie dan weer met z'n allen? Wij komen dan weer met z'n allen. Dus op deze manier jagen ze jullie niet weg? Nee, natuurlijk niet. U heeft zich de woede van een hoop Veghelnaren op de hals gehaald vanavond? Ja, dat bleek uit de reactie. Ik was erg verwonderd dat zou gebeuren. Want wat wij doen en wat ik bedoeld heb te doen, is alleen ten gunste van de burgers. Maar dat kun je de mensen in de Merwedelaan niet meer wijsmaken. We hebben hier veel parkeeroverlast en ook merk je dat er veel vreemde mensen in je straat rondlopen, omdat er toch wel heel veel verloop is in die huizen. En ja, dat is een minder prettig idee als je dan kleine kinderen hebt. Je wilt toch graag weten wie er in je straat woont. De mensen over wie de hele discussie gaat snappen er trouwens helemaal niets van. Volgens deze jongen uit Litouwen zijn ze even netjes als de rest van de straat. Neighbors don't say nothing. That's how you say rustig.